Dit is het Koning Willem-Alexander College. Hier zetten leerlingen ieder jaar weer hun eerste stappen op weg naar zelfstandigheid. En onze camera's zijn overal bij. Dit zijn hun verhalen van het eerste jaar op de middelbare school. Dit is Brugklas. Dat jij je zo wil uitsloven voor je geschiedenisproject? Prima. Maar ik moet er niet de dupe van worden. Ik heb een geschiedenisproject over Anne Frank. En ik heb ze een maquette gemaakt over het achterhuis, want ik heb vandaag mijn presentatie. Boeien, wat maakt het uit? Je moet echt letterlijk één keer naar school lopen. Anne Frank zou willen dat ze naar school had gekund, hoor. Kan je dat even vasthouden? Ik ben geblesseerd. Geblesseerd? Ja. Heb je zeker twee fietsen moest duwen? Nee. Ik heb het eerste uur gym. En dan heb ik nog 5 uur. Het is super vermoeiend. Ik bezweet en zo. En als Bos erachter komt en dat aan mama vertelt, ben je echt kneut, hè? Hoe kan iemand zo verschillen van haar zus? Ik bedoel, Fien en Bo is echt als water en vuur. Oké, als je me heel vasthoudt, ik wil echt gewoon even naar les en het even neerzetten. Wacht. Moe, pas op. Hé, jullie, kunnen jullie even helpen met de fiets? Gewoon, nee, je laat je ons hier staan. Wat onbeschoft. Jij bent onbeschoft. Kijk hoe je het vraagt, echt zo negatief. Ik vind Bo eigenlijk best wel onaardig. Ik heb wel eens geprobeerd met haar te praten, maar dat had ze duidelijk geen zin in. Nou, dan niet. Je moet gewoon wat vrolijker doen. Ja, waarom? School is saai. Nee, het is gewoon prima. Maak er gewoon wat leuks van. Ik vind het echt suf van Bo dat ze gewoon niet een beetje haar best doet om het leuk te hebben op school. Ga naar de leerlingenraad of zo, maak vrienden. Nee. Weet ik veel, maak een vlog. Dat je gewoon laat zien aan mensen hoe je eerste schooljaar is. Doe gewoon iets leuks. Kun je het even vasthouden? Nee. Oké, dan vertel ik aan mama wat je doet met je pols. Als je naar gym gaat. Wat een chantage. Dat dacht ik ook. Kom. Fien heeft wel gelijk. Dus ik ga maar vloggen. Over mijn klasgenoten en over school. Zo kan iedereen zien hoe saai het is. Nou, welkom allemaal bij de vlog van mij. En we hebben allemaal het eerste uur gym. Maar ik doe niet mee. Maar we gaan wel even kijken. Hoi! Hier zitten dus de stoere jongens. Nou ja, zo stoer zijn ze dus niet. Ik vond het echt meteen leuk dat vloggen. Het is alsof ik eindelijk weer een doel heb op school. Wauw, jullie kunnen echt niks van. Echt losers zijn jullie. Oké, bouw vast. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het vloggen. Je eerst ziek melden en nu zomaar naar binnen stormen? Ja. Weet je wat je kan doen? Je kan of gimmen of je kan buiten gaan vloggen. Oké, doei! Dit is wat er dus echt gebeurt op het kwak. En ik ben gewoon een geboren verslaggeefster. Hey! Ben je daar aan het doen? Niks. Aan het overschrijven? Maakt niet uit, vinden de kijkers leuk? Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer! Wat vind je ervan? Wow, knap hoor. Je weet in 2 minuten echt de hele klas tegen je te krijgen. Hoezo? Dit is toch grappig? Ik snap Bo gewoon echt niet. Ja, het lijkt gewoon alsof ze ruzie zoet. Gewoon met iedereen. Dit is anders dan al die andere vlogs. Wat zo leuk is en alles. Oh, je denkt dat iedereen dit leuk vindt? Ja? Ja, zij vindt het echt zo leuk dat je hierin allemaal zit af te kraken. Nee, ik vind gewoon dat je ermee moet stoppen. Ik bedoel, je zit nu alleen in je tussenuur omdat echt niemand bij je in de buurt wil komen. Ik ga echt niet stoppen. Ik vind het echt zielig voor Bo. Ja, ik ken mijn zusje. Ja, ze doet wel stoer en zo. Maar ja, dat niemand haar mag, dat vindt ze echt niet leuk. Ja, jammer dat een paar kinderen mij niet mogen. Maar ik film alleen maar de waarheid. En als sommige mensen het slecht vinden, nou ja, dan moeten ze zichzelf maar kwalijk nemen en niet mij. Ja, ik weet niet, maar doe gewoon iets leukers. Dit is toch niet leuk? Ja, zoals wat? Gewoon iets positievers. Gewoon. Ga gewoon mensen interviewen. Gewoon klasgenoten of zo. En vraag. Ja, wat is je hobby's? Wat doe je in je vrije tijd? Gewoon wat leukere dingen, wat mensen ook leuk vinden om naar te kijken. Ja, maar ik heb het nou echt wel bij de eerste klas verpest. Ja, logisch. Ja, weet ik veel, vraag het aan leraren of gewoon aan andere mensen. Kan je niet aan Max en Anouk vragen? Nee. Hoezo niet?
Nou, sorry, maar dat vertrouw ik je echt niet. Ja, je gaat hun ook belachelijk maken. Nee, alsjeblieft, echt waar. Please? Sorry, maar is nu verpest? Jongens, ik heb een vraag. Is het goed dat mijn zusje die gaat interviewen? Gewoon een paar vragen stelt en gewoon het filmt? Ja, is goed. Ga jij anders maar even door, dan help ik. Ja, is goed. Oké. Ja? Ja. Oké, Max, wat vind je hier van het pak? Ik vind het een hele leuke school en we hebben hele leuke leerlingen op school, maar we hebben wel een beetje veel huiswerk, maar dat heb je bij elke school, toch? Ja, dat heb je overal. Ja. Ik vind zusje van Fien echt heel erg grappig. Ja, ik hoorde dus dat ze best wel fel kon zijn, maar ik vind het best wel meevallen. Ik vind haar eigenlijk wel aardig. Ja, ze is gewoon aardig. Ja, we zijn bezig met Anne Frank en het is wel heel erg leerzaam, maar ook echt ontzettend heftig. Want het is gewoon een heel heftig onderwerp en ik vind het echt bizar dat ze zo'n kind dit aandoen. Ja, ik vind ook met al die Duitsers en alles, wat ze dan, al die verhalen wat je dan leest, is echt wel heel heftig. En ik ben echt tegen doodstraf, maar die gasten, die verdienen gewoon wel echt de doodstraf. De Duitsers die dan Anne Frank hebben opgepakt en zo. Ja. Met al die antwoorden kan ik dus helemaal niks. Maar ja. Gelukkig ben ik nog wel een beetje creatief. Ja, kom binnen. Ga zitten. Ik ben me echt rot geschrokken toen ik vanochtend de nieuwe vlog van Bo zag. Ja, hoe kan ze? Het is dat filmpje waar jullie Max en Anouk allerlei vragen stellen. En de antwoorden die Max en Anouk geven zijn heel raar. Bijvoorbeeld op de vraag aan Max wat hij van het kwak vindt, zegt hij dat hij het afschuwelijk vindt. Dat je het eigenlijk niemand aan zou willen doen, zeker een kind niet. En op de vraag aan Anouk wat ze van de leraren van het kwak vindt, zegt ze dit. Ik vind het echt afschuwelijk. Ik bedoel, ik ben tegen doodstraf. Maar die gasten, die verdienen gewoon wel echt de doodstraf. Ja, ik vond het een geslaagd filmpje. Ik heb wel een beetje veranderd, maar zo zei dat het filmpje was, zou niemand er naar kijken. Bo, ik wil dat je deze filmpjes van het internet afhaalt. Dat vorige filmpje ook. Jij maakt mensen belachelijk en dat kan gewoon niet. Je kan het niet van me eisen. Er bestaat ook nog iets van vrijheid van meningsuiting. Ik bepaal hier de regels op deze school, Bo. Dit is geen discussiepunt. Belachelijk. Ik heb eindelijk wat gevonden wat ik leuk vind. En eindelijk ga ik met plezier naar school. En dan mag het niet van mijn moeder. Ik ben het echt helemaal eens met mijn moeder. Ja, ze mag blij zijn dat ze niet is geschorst. Ten eerste, je stopt met dat vloggen. En ten tweede, je gaat je excuses aanbieden aan Max en Anouk. Nee, dat ga ik echt niet doen. Je gaat zeker je excuses aanbieden. Je zei dat je het niet belachelijk ging maken. Dat heb ook dit is geen discussiepunt. En als je wil, Bo, dan ga ik met alle liefde met je mee. Dan doen we het samen. Nee, ik doe het wel alleen. Goed zo. Waarom is mijn moeder dan ook conrector? En waarom moest ik per se naar deze school? Dit is toch niet te doen? Succes, hè? Wil je dat ik met je meeloop? Maakt niet uit. Ik denk niet dat ze mijn excuses gaan accepteren. Maar daar heeft mijn moeder niks over gezegd. Dus ik doe het gewoon lekker snel en dan ben ik er zo vanaf. Kan ik jullie even storen? Ja, natuurlijk. Ik wil graag mijn excuses aanbieden. Voor dat monteren van de video en zo. Mijn moeder was echt vet boos. En jullie waarschijnlijk ook. Ja, je hebt wel echt ontzettend veel veranderd. Ja, nou ja, sorry dus. Nou, zo moeilijk was het eigenlijk niet. Je zegt sorry en je bent klaar. Ga je nu stoppen met je vlog, of niet? Nee, het is verboden door de corrector. Echt? Ja. Oh, dat is super jammer. Je hebt echt talent. Ja, weet je hoe vet het eruit zag? Met al die beelden door elkaar gemonteerd en zo. Ik vond het echt tof. Ja, we moesten er eigenlijk best wel om lachen. Echt? Ja, en we zoeken nog iemand voor Kwak TV, want we hebben nu nog maar 1 eerstejaars. Ja. En we zoeken eigenlijk nog iemand erbij, dus... Ja, we zoeken nog iemand eigenlijk die voor de camera kan staan en die gewoon leuke en gekke ideeën heeft. Ja, precies. Dus als jij het leuk vindt om te doen. Ja, ik heb wel tijd. En verdient het ook iets? Bo maakt een grapje, denk ik. Ik ben best wel blij dat Bo is gestopt met dat vloggen. Maar nu zit ze bij Kwak TV. Dan krijg je alleen maar van die rare filmpjes. Ja, Bo komt nu bij Kwak TV. En ik vind het eerlijk gezegd wel een beetje jammer dat het geen jongen is geworden. Maar ik ben wel blij met Bo. Ik weet al mijn allereerste onderwerp. Ik ga de conrector interviewen. Ja, over vrijheid van meningsuiting. En of ze het nou leuk vindt of niet, als het moet, volg ik haar helemaal terug naar huis.
mag je weer gaan zitten. Wie wil dan zijn spreekbeurt komen presenteren? Ja, Mats? Mag ik jou naar voren vragen? Ga je nou filmen? Ja, dat moet voor zijn spreekbeurt. Dit hoort erbij dan? Dit hoort erbij. Ja. Deze week moesten we een verslag gaan maken over samenleefvormen. Dat is natuurlijk super saai, maar... Ik denk dat ik iets heb bedacht dat de klas nooit gaat vergeten. Ik kan jullie eerlijk zeggen dat ik lang heb nagedacht over deze opdracht. Over samenleefvormen. En dat komt namelijk omdat ik niet ga samenwonen met een vrouw. Omdat ik homo ben. Homo! Hey, hallo. Was je met je vertel? Leijdekker had het laatst in de les over homo's en discriminatie en toen deed iedereen super tolerant. Maar toen ik het laatst had over mijn neefje die homo was, toen was iedereen er opeens niet meer oké mee. Dus daarom heb ik dit experiment opgezet om eigenlijk te kijken hoe ze nou echt op reageren. De reden waarom ik het nou durf te zeggen is omdat ik namelijk nou al een vriendje heb. En hij heeft mij ook de kracht gegeven eigenlijk om hier vandaag te staan. En hij zit hier ook in de klas. Het is Timon. Kom maar even bij. Ja. Ja, het klopt. Ja, ik ben ook homo, ja. En ja, ik ben echt smor verliefd gewoon op Mats. Toen Mats aan me vroeg of ik voor dit experiment homostel wilde spelen, dacht ik eerst iets van, wat? Sorry. Maar eigenlijk is het best wel een vet experiment. En het is veel leuker dan middagen aan een werkstuk werken. En een goed cijfer kan ik altijd wel gebruiken. En volgens mij ging het echt heel goed. Ik heb wel het idee dat ze het allemaal geloven. Ja, bedankt. Nou, applaus voor Mats. Dankjewel. Ja, die coming out van Mats was super onverwachts. Hij is altijd heel erg stoer en zo. Dus ik snap het niet echt. En Timon die zat laatst ook naar me te kijken in de kantine. Dus dat had ik echt wel door. Hoewel, misschien keek je wel maar op kleding. Ik vind het project nu al een succes. Ik heb het filmpje teruggekeken en je ziet dat iedereen in de klas begint te lachen en begint te wijzen. Precies wat ik al dacht. Ik vind het echt een supercoole actie. Fijn dat ze gay zijn. Weer twee concurrenten minder. Alhoewel, het zijn niet echt concurrenten. Ik vind het experiment wel geslaagd, want we wilden zien hoe mensen hierop zouden reageren. En die reactie hebben we gekregen. En wat ik dacht klopt dus al, want mensen zijn er echt niet zo chill mee als dat ze voordoen. Hey. Mats, luister. Gisteren zou ik met een meisje naar de film gaan en toen belden ze opeens af. Dus ik ga naar haar huis toe om te vragen waarom. Doet haar broer de deur open en hij zegt, ja, meisjes daten liever niet met gays. Hoe weet hij dat? Weet je het niet? Remy, zij heeft dat filmpje van onze coming out op Facebook gezet. Waarom? Waar slaat het op? Dit is echt allemaal jouw schuld, hè? Nee. Het is jouw plan. Ja, het is mijn plan, maar... Rustig, we gaan nou naar Leijdekker. We hebben les van Leijdekker, dus dan vertellen we meteen dat het een experiment was. En dan laten we dat filmen gewoon op Facebook. Wat? Willen jullie even naar beneden lopen? Ik wil jullie even spreken. Oh, maar we hebben nu biologie, dus dan kom ik te laat voor de les. Nou, Timon, daar doe je normaal gesproken toch ook niet zo moeilijk over. Duurt me heel eventjes. Kom mee. Kom. Ze heeft het filmpje natuurlijk gezien, maar waarschijnlijk gelooft ze er niks van, want ik heb laatst Fien proberen te versieren. Ga even zitten. Ja, ik was bang dat de wilde ons doorhad met ons filmpje, dat het niet echt was, maar ja. Wat dan nog? Dan kunnen we gewoon eerlijk vertellen dat het een experiment is. En volgens mij dat je bereid bent ver te gaan voor school is alleen maar een pluspunt. Luister, ik heb dat filmpje van jullie gezien. Dat filmpje waarin jullie in de klas vertellen dat jullie op jongens vallen. Dat jullie op elkaar vallen. En ik moet zeggen, ik was echt diep onder de indruk van dat filmpje. Ik vond het zo'n dappere actie. Nou, ik kreeg dus echt een groot compliment van de wilde. En ja, dat is eigenlijk best wel leuk voor een keertje. En ik heb het naar een vriend van mij gestuurd, die werkt bij het COC. En die heeft het ook bekeken. En die was ook echt onder de indruk daarvan. Maar u weet... En weet je wat hij voorstelde? Hij stelde voor dat jullie met dat filmpje langs de scholen kunnen gaan.
Ja, ja, leuk. Om te vertellen over jullie ervaringen, over hoe jullie dit hebben aangepakt. He, want ik denk dat jullie met dit filmpje echt een voorbeeld kunnen zijn voor veel andere kinderen die met hetzelfde dilemma zitten. Dit gaat een beetje de verkeerde kant op. En Timon, ik weet dat jij aan het begin van het schooljaar ging het helemaal niet zo goed met jou. En nu begrijp ik dat. En ik hoop echt dat deze outcoming voor jou als een soort van bevrijding gaat werken. Maar hoe zit dat met die scholen langsgaan? Oh, nou ja, dat zal een paar middagen in beslag nemen. Daar gaan we niet moeilijk over doen natuurlijk. Bij nader inzien is het echt een top-experiment. Dikke duim voor Mats. Nou, hup, nu terug naar de les. Echt, ik ben echt trots op jullie. Dit loopt volkomen uit de hand. We hebben nou in ieder geval les van Leidekker, dus dan vertellen we gewoon meteen dat het experiment was. Huh, wat? Ben je gek? We mogen op tournee. We mogen gewoon lessen missen. Ja, ik snap het echt niet. Waarom zou je nog meer mensen willen vertellen dat je homo bent als dat helemaal niet zo is? We gaan dus al die scholen langs, doen alsof we homo zijn, terwijl het gewoon een experiment is. Waarom niet? En bovendien, het was jouw idee, hè? Ja, en daarom zeg ik nou ook dat we ermee gaan stoppen. Ik vind echt niet dat je kan gaan liegen over je geaardheid als je er een paar vrije uren mee wint. Dat is echt iets waar kinderen best wel mee kunnen zitten. Dat weet ik van mijn neefje bijvoorbeeld. Ja, als je homo bent, is het niet altijd even makkelijk. Kom op. Het was jouw idee. Hey, jongens, ik hoorde jullie al. Ja, mevrouw. Sorry, we waren bij de wilde, dus daarom zijn we iets laat. Ik heb het gehoord. Kom maar gewoon verder snel. Ik wilde u net. Ik baal echt gigantisch van Mats, want ik vind het gewoon stom dat hij niet naar me luistert. Hij ziet gewoon niet in hoe belangrijk dit voor me is. We kunnen wel blijven liegen, maar dat is dan alleen maar fijn voor hem, voor mij niet. Dan moet je op de bloei komen en dan hoef ik hier dus de kristal. Zeg, waar ik het al eerder over had, deze les. Die uiteindelijk... Hallo, Toetelduifje, zullen we het even centraal houden met z'n allen? Ja? Misa, zou jij vandaag willen beginnen met jouw eerste presentatie? Mevrouw, ik zou graag ook wat willen zeggen. Kan er niet heel even wachten tot Misa haar presentatie heeft gegeven? Nee, dat is echt belangrijk. Oké. Okay. Vind je het heel oké dat we heel eventjes wachten? Ja? Oké. Okay. Nou, Timon, kom er maar bij. Ja, ik zag er flink tegenop om dit de klas te gaan vertellen, want ik wist dat Timon dat helemaal niet leuk zou gaan vinden. Maar ja, ik ga niet nog langer liegen. Ik moet het nou toch echt zeggen, we hebben een experiment gedaan en het is flink uit de hand gelopen. En dat experiment was namelijk dat wij geen homo zijn. Wat? Hoe bedoel je dat nou precies? Nou ja, dat wij allebei op vrouwen vallen en niet op elkaar. En de reden achter het experiment is eigenlijk dat in uw lessen heeft u het soms over homo zijn. En dan reageert hier iedereen alsof ze er oké mee zijn, maar... Ik zag al dat als dat in het echt is, als er echt een homo is, dat jullie daar echt niet zo oké mee zijn. En dat wilde ik in dit experiment aantonen door te doen alsof wij homo zijn. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik vind het wel heel dapper dat ze zo'n onderwerp oppakken. Maar de manier waarop ze het dan weer gedaan hebben, dan weet ik dan niet of dat heel oprecht is. Ik weet het niet zo goed. Ik had liever dat je mij van tevoren even had ingelicht. Dat ik wist, weet je, wat jullie wilden gaan doen. En dat het zo was, had ik dan had ik meer kunnen waarderen dan dit. Maar ik begrijp ook alweer dat het gewoon allemaal echt moet zijn, maar... Volgende keer zou ik dat graag van tevoren even willen weten als het kan. Als jullie weer willen gaan zitten op je plaats, dan wil ik jou vragen, Remisa, zou jij dan jouw presentatie geven? Ja, het goede nieuws is dat ik weer gewoon achter de chickies aan kan. Maar het slechte nieuws is dat ik niet op tournee ga en waarschijnlijk is de wilde ook niet meer zo vrolijk. Ja, leuke grap. Wel stom dat ik in ben getrapt. Dat even na moeten denken. Je ziet toch wel of iemand homo is of niet? Ja, ik had al door dat er iets niet klopte. Zoals Timon naar me kijkt, en Mats trouwens ook. Die kijken alleen naar mij zoals echte jongens naar meisjes kijken. Nou ja, echte jongens, je snapt wat ik bedoel. Ik ben heel blij dat ik het eindelijk heb mogen vertellen. Ja, maar dit wordt wel echt een supergoed werkstuk. Want we hebben heel veel leuke en niet leuke reacties gekregen. Volgende keer in Brugglas. Hier, alsjeblieft, vegen. Yo. Ik ga voor jou een andere bezem maken. Ja. En nu opschieten. Kunnen fles vodka in zijn bureau stoppen en dan tegen de wilde zeggen dat hij drinkt tijdens het werk? Of een dode muis in zijn broodrommel. Kunnen ook cuisine over zijn auto heen gooien en dan die in de fik steken. En wat hebben jullie mij op te biechten? Waar heeft het over?